Yo, what up, Wilbro's? Jullie vonden Poopy World heel erg leuk. En ik heb besloten om verder te gaan met Minecraft in VR op de PlayStation VR. Dit ding hier, waardoor ik in een soort van snoerenpuzzel terechtkom. Van allemaal snoeren. Ik heb een kabel om deze VR-headset aan te sluiten op de PC. Zodat ik PC-VR-games kan spelen. Waaronder Minecraft met mods. Dus als jullie Netherland SMP in VR willen zien, dan kan ik dat doen hierna. Wordt sick. Eventje Minecraft gewoon leuk. Doe dan duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je niet geabonneerd bent. Bij de 100.000 abonnees gaat mijn haar groen. Kijk naar deze prachtige grafiek trouwens. Wauw. Laten we dan nu een Poopy World. Oh, and by the way, veel plezier. Daar zijn we weer in de woonkamer. Wacht. Ik heb... Dit stop. Ik heb hier... Dit stop. Wacht even. Dan moet die hierin. Dan hoor ik nu ook. Kijk, daar zijn we dan. In Minecraft. Ja, kijk. Wauw. Oké, jongens. Ik ga jullie iets laten zien. Hoe moest ik er ook weer in? Oké. Top. Kijk, daar zijn we weer in Minecraft. Wauw. Dit is crazy. Ik heb mijn huis niet gezien van zo'n perspectief. Voor de mensen die het niet weten, ik was de vorige keer enorm op zoek naar de spruce biome. En ik heb hem in een vrije tijd gevonden. Dus ik heb een huis gemaakt nu. En waar we nu zijn in de map in vergelijking tot waar we eerst waren, ik heb geen idee. Ik heb dit gebouwd buiten VR. Dus om er nu te staan is echt bizar. In een village. Dit heb ik niet gebouwd, jongens. Dit heb ik niet gebouwd. Er wordt hier niet gecheat, oké? Ik weet niet... Waar zijn jullie? Ik ben één ding ergens achtergekomen. Bouwen op de PlayStation controller is kut. Dus ik was niet zo goed in bouwen, maar ik heb er iets van proberen te maken. Kijk, dit is dus mijn huis. Ik weet niet of ik hem wel voel. Ik heb dingen met wol gedaan. Ik heb dingen met wit steen gedaan. Ik weet het niet. Ik wilde iets geks doen met pilaren. Dat onderdakje. Ik weet niet of ik die wel helemaal voel. Ik vind het nog best wel baby uitzien. En er is ook één ding waar ik me enorm aan trigger met mijn huis. En dat is het volgende. Kijk, daarboven heb ik dus, dacht ik, hey, dat is leuk. Net als zo'n oldschool huisje. Dat je van die balken hebt en dan zie je dat wisselen met wit. Het komt niet uit. Kijk, daar zie je dat hij begint met wit. En daar zie je dat hij eindigt met hout. Dus het is scheef en niet gelijk. Nu moet ik dus één ding testen. Inventory systemen kloppen dus wel. In de gewone versie natuurlijk. Dan zit het niet door dingen heen. Dus ik heb nu chests like zo geplaatst. Met het idee dat ik dingen kan zien. Dan, zeg maar. Ik moet hier wel overheen springen zo. Dus laat even kijken. Kan dit zo? Oké, dit is dus nog net. Ja, kijk, hier kan ik wel mee werken. Dit kan. Hé, kijk, het was wel met... het was wel de May in Mind. Het was de May in Mind, hè. Dat heb ik zo gebouwd. Ik heb dit stukje zo gebouwd dat dit like mijn crafting area was. Dus ik kan hier niks mee doen. Want anders gaat mijn inventory er doorheen. Oké, dit werkt dus niet echt. Deze locatie werkt dus niet echt. Werkt dit een beetje zo? Oké, dat werkt dus ook niet. Hier hebben we dus de tweede verdieping. Het is heel sick om een tweede verdieping te hebben eindelijk in huis. Het voelt echt alsof ik nu in een huis sta. Komt waarschijnlijk omdat ik ook echt in een huis sta nu. Hier, ik sta nu in een huis. Ik wist niet dat dit zo laag ging eigenlijk. Dat viel wel mee in Minecraft, niet VR. En hier heb ik mijn twee bedden. Gedyed en well. Oh, kijk dan. Dit is waar ik woon. Ik vind het best wel sick hoor. Ik had niet gedacht dat ik hier zou wonen in VR. Ik weet niet, ik voel hem wel. Ik hoop dat jullie hem ook een beetje voelen, want dit is nu dus mijn base. In een village. Like, oké, in het echt woon ik ook in een village, dus zo bijzonder is dat niet. Maar in Minecraft woon je niet altijd in een village natuurlijk. Maar ik denk dat ik dit dorpje een naam moet geven. En ik denk dat gewoon de wereld heet Poopy World. En dan zit like Wilbonia of zo. Toen ik ging spelen, toen waren hier villagers. Villagers, waar zijn jullie? Waar zijn de villagers heen? Hallo meneer de koe. Ik ga jou nog wel doodmaken hoor. Boeka boeka. Booga, booga, booga. Wat ben je aan het maken? Even kijken. Ja, dat is een lege ton die je daar aan het maken bent. Wat? Gast, er zit ook niks in. Wat is je probleem? Oh, nee. Nee, spring niet. Spring niet. Je hebt nog zoveel om voor te leven. Alsjeblieft, villager. Au. Dat is minder heldhaftig. Wat gebeurt daar? Oh, ligt hij te slapen. Moet je hem toch eens kijken. Mwah. Maar reageer erop. Oké, nu kan ik weer
Hallo skin van Wilbo. Dat is echt heel weird. Dat is echt alsof je een spook bent en je gaat uit je lichaam. Oh, er zit daar een vosje vast. Dat is best wel sad. Ik ga de andere kant even langs, by the way. Kan dat? Wel vinden wij het water kijken ook. Mensen die Minecraft in VR hebben gespeeld, die begrijpen wat ik bedoel. Het voelt heel anders als je erin staat. Kijk, als jullie deze video kijken, dan denken jullie, ja, het is gewoon Minecraft. Maar het is toch echt anders. Kijk de zee. Wauw. Ik denk dat ik ergens in de buurt kom bij mijn natuurlijke weg naar beneden. Ja, daar. Nee! Nu weet ik hoe het voelt als je echt valt. Dat was legit. Dat was legit angst. Ja, kijk, die geluiden hoor ik dan nu en dat bevalt me meteen al niks. Waarom hou je bek niet? Waar ben ik helemaal heen verplaatst dat van voren kwam? Dat is, ik sta weer helemaal verkeerd. Hoe ben ik daar nou weer terechtgekomen? Waar moet ik nou alweer voetstappen? Oh, het was maar een zombie. Cole, nu even niet, oké? Ik weet dat ik levels van je krijg en dat mensen zitten van, oh my god, neem nou die levels, Wilbo. Ik weet het. Oh, ik hoor weer een rustgevend Minecraft muziekje opkomen. Het geeft me altijd de inspiratie om door te gaan. Ik begin hier gewoon met stripminen. Waarom kan het leven niet gewoon diamonds geven? Ik snap het niet. Kan ik gewoon niet... Is het x-ray? Is het x-ray? Gewoon mijn hoofd er doorheen steken? Waarom is mijn hand daar? Oké, mijn hand is dus opeens helemaal omlaag gegaan. Die is nu daar, zien jullie? Ik weet niet waarom. Hallo meneer Spin. Wat kom je doen? Nee hè? Niet. Ah! Oh god! Oh, oké. Oké, zullen we dit even niet doen? Oké. Oh. Oh my god. Die kwam gewoon recht in mijn bakkes. Die kwam gewoon midden in beeld opeens. Oh my god. Onze eerste diamonds, baby. Dat is top. Ik heb diamonds gevonden in Minecraft VR. Maar het waren er maar twee. Ik dacht dat ze like in supertje... Kijk, die geluiden vind ik dan weer niks. We hebben meer diamonds hier. Hops. En hops. Oh, we komen er wel. Ik ben echt al heel lang bezig. Maar we hebben diamonds en de pickaxe is kapot. Dus ik vind het wel mooi geweest. Kom eens hier, hi. Ja? Is dat zo? Het leven is soms niet makkelijk. Ook niet voor mij ben ik achtergekomen wel. Oh, ga je nou gewoon weglopen werkelijk? Oké. Wil je nu wel met hem praten? Wil je... Oh, even een rondje. Op de zaak. Ja, nog even. Ja. Ja, komt goed. Ja, nee. Lukt het? Wat is dit hier voor grote open cave dan? Holy shit. Hoe neem ik dit mee? Zo. Zo. Oh, nu gaat het hier donker worden zeker. Kijk, ik wil even op een hogere plek staan. Zodat ik het makkelijk kan wegpakken weer. Oké, komt ie, hè? Komt ie. Dit is een boot. Nee! Dit is mijn boot! Ja, dit stopt. Ik ben tevreden. Ik ben helemaal heen en weer gelopen de hele tijd. Is 11 genoeg? Ik hoop het. Wat is dit voor intense Minecraft muziek opeens? Ik snap er echt helemaal niks van. Oké, ik denk dat ik hier de nether portal ga doen. Zo bij het water hier zo. Ik denk dat dit goed is. Hoe breed moest die zijn? Zoiets? Nee! Oh! Nu moet ik echt weer 100 jaar gaan hakken ook echt. 6. Volgens mij kunnen we een beter eentje te hoog doen, denk ik. Och. Ik denk dat dit goed is, maar ik heb meer... Oh, ik heb meer nodig. Hey, volgens mij heb ik nu genoeg, denk ik. Hoop ik. Ik hoop dat het werkt. Zeg dat we over hebben. Oké, okay, top. Oh, Jesus. Huh? Huh? Togo! You are mine. You are mine. Do you want this? Do you want this? Nu mee voor mij. Dan ben je van, oh. dit is goed. Dit is goed. We hebben zelfs pumpkins al. Ik weet niet of dat goed is. Dat is goed, toch? Pumpkins is goed. Tuimpje pumpkins. Ik probeer de hele tijd zo min mogelijk mee te nemen. Oké, dus is onze laatste doel van de video volbracht. Hé, waar is Doggo? Doggo, jij blijft hier. Ik noem jou. Dat is je naam nu. Hij werkt. Krijgen we nu ook die effecten? Nee, je krijgt nu niet die trill-effecten. Maar dat doen ze om je niet misselijk te maken, denk ik. Oké, waar ben ik terechtgekomen? Oké, ja, dit is wel een stuk enger in VR, moet ik zeggen. Ja, het is echt alsof ik in een demonische wereld ben terechtgekomen. Ik ben wel blij dat ik in deze biome ben, trouwens. Dat is wel sick. Oh mijn god, wat? Dit is letterlijk zo spooky. Dit is zo spooky.
Oh god, wat hoor ik? We gaan voor nu terug. We gaan voor nu terug. We hoeven nog niet te dealen hiermee. Nu is het donker, ik zie niks, help. Oké, we gaan nu gewoon rusten. Waar ben ik? Waar ben ik? Waarom kom ik niet in dezelfde portal weer uit? Oh nee, waar ben ik? Wat is dit nou weer voor bullshit? Ik ging letterlijk weer door de portal waar ik was. Waarom kom ik uit in een andere? Nu wil ik even kijken naar de nederportal. Oh, ik kom ook echt aan deze kant. Hier, daar is de nederportal toch? Waarom kom ik er daar niet uit? Oh. Stond ik nou letterlijk het laatste gedeelte de hele tijd met mijn rug ernaartoe? Nou jongens, dat was weer Minecraft in VR. Willen jullie zien dat ik Minecraft PC speel op Oculus? Laat het me weten in de reacties beneden. En dan zie ik jullie niet letterlijk in een volgende video. Doei!